Hallo allemaal. Jullie zien hier iets van de Grocery Gang, een slushy machine. Die heb ik gekregen van SimbaToys.com. SimbaToys.com, dat lees ik hier namelijk. Nee, van SimbaToys. Die hebben mij een enorm groot pakket met Grocery Gang spullen gestuurd. En daarmee kan ik dus allemaal video's gaan maken. En de eerste video die ik met hun pakket ga doen is deze, is de slushy machine. We gaan hem openmaken zo en kijken wat het is. En daarvoor moet ik hem straks de camera even goed zetten. Maar we beginnen gewoon even zo. En zoals ik zeg, hè, ik heb dit gekregen. Ik heb hem niet gekocht. Dus dat is even iets wat ik er wel bij moet zeggen. Ze hebben me alleen niet gevraagd om een hele positieve review of zo ervan te maken. Ik had ze namelijk gewoon een e-mail gestuurd en gevraagd van, ja, weet je, mensen op mijn kanaal vinden Grocery Gang leuk. Lijkt het jullie leuk als ik hier als ik zeg maar wat video's erover maak met jullie producten. En ik vroeg dan ook naar dit ding. En nou ja, ze hebben dus echt gezegd, weet je wat? Geen probleem. Wij gaan dat, wij sturen het naar je op. En toen kreeg ik met de post, kreeg ik dit toegestuurd. En het is echt, dit is iets wat ik op internet al zag. Ik wil hier eigenlijk ook iets mee gaan doen waar het helemaal niet voor bedoeld is. Want hier staat namelijk slushy machine. Kijk. Ziet er goed uit. Kijk, ik zet er nog op de achterkant iets leuks. Wat, hier zit op de achterkant wat allemaal kan. Je kan aan de hendel trekken. Je kan hier iets in doen. Ik weet het niet. Je kan hier iets afschieten. Je kan er, daar zit een bakje. Er zitten twee exclusieve groceries in. Die alleen in dit pakket zitten. Een mini slushy cups. Nou, weet je, we gaan het gewoon zien. We halen hem even eruit. En we gaan kijken wat het is. Even kijken, kan ik hem er makkelijk uithalen? Of niet? Ik heb trouwens aan ze gevraagd of ik hier ook giveaways mee mag doen met hun spullen. Dat weet ik niet. Dat kon ik niet zomaar zelf beslissen. Ik weet niet of het mag. Ik denk het haast van wel. Maar daarvoor ga je gewoon mijn kanaal even in de gaten moeten houden. Voordat ik jullie dat ga doen en hoe we dat gaan doen. Ik denk, de manier waarop ik die giveaways ga doen is denk ik ook zoals mijn vrouw dat doet. En dat is gewoon kijken naar de mensen die leuke reacties neerzetten en niet de reacties van ik wil hebben of ik wil meedoen. Nee, je doet eigenlijk door gewoon door te reageren op mijn video's, door leuke vragen te stellen, door gewoon leuk lekker mee te doen met mijn kanaal. Kijk, een plop staat hier. Dus een kaartje kan dat denk ik wel gewoon weghalen. Door dus gewoon leuk positief mee te doen op mijn kanaal kan je, doe je eigenlijk al automatisch mee. Want ik ga dan gewoon bij mijn Grocery Gang video's ga ik gewoon kijken wie er allemaal leuk en positief meedoen. En dus geen gekke verhalen, geen dingen zeggen met dat je alleen maar wil hebben en winnen en weet ik veel wat. Want dat, ik kies toch uit wie het is. Nou kijk, deze twee kunnen er ook uitgehaald gaan worden. En kijk, met die Krusty Chocolate Bars, daar kan ik sowieso een giveaway mee gaan doen. Ik heb ook van hun gekregen, maar die kan ik ook zelf in de winkel kopen. Dus stel, zij zeggen van nou, we vinden het leuk als je het gewoon op je kanaal houdt. Oké, geen probleem. Maar dan kan ik zelf in de winkel wat van die Krusty Chocolate Bars kopen. En dat aan jullie laten zien dit, wat ik hier heb. En dat gaan jullie vragen van waar kan je het kopen? Ik heb het alleen nog maar op bol.com gezien. Het is dus niet heel makkelijk in Nederland nog te koop. Ik heb ze ook gevraagd van of het in de winkel te koop gaat worden en zo. Die Krusty Chocolates, die zijn er wel. En die 10 packs die er zijn, die heb ik ook. En ik ga even kijken. Dit zijn ze, deze twee. En nu moet ik natuurlijk even iets kijken. En ik ga even iets zoeken. Daarvoor zet ik de camera uit. En dat is dus niet alleen voor omdat de camera uit moet, omdat ik iets ga zoeken. Maar ook omdat ik dit ding dan even rechtop ga zetten. Zo, ik heb de camera anders neergezet. We hebben hier de twee, waar is die andere? Grocery Gang poppetjes, figuurtjes die erin zaten. En dan zegt mijn camera natuurlijk, wacht even, dus op de achterkant wat veel boeienders om te zien. Deze zitten erin, ze zijn squishy. Een beetje. En deze ook. Alleen, wat ik er dus bij wilde pakken, was dit. En nu valt me iets heel grappigs op. Zie dat deze veel donkerder is dan die. Dit ziet er dus veel meer uit als een chocoladereep. Maar dit zijn mijn Grocery Gang Krusty Chocolate pakketjes. En waarom? Nou, omdat hierin zitten dus allemaal Grocery Gang figuurtjes.
En die heb ik nu natuurlijk nodig om dit je te laten zien. Want anders is de machine natuurlijk wel heel erg leeg. Dus dit komt er nu uit. Dus voor de mensen die mijn Grocery Gang verzameling wilden zien. Nou, hier is hij. Nog helemaal niet mooi neergezet natuurlijk. Maar dat is niet erg. Kijk, we hebben hier een beker. Ziet er zo uit. Die kan er dus uit. Hier doe je hierin. En er zijn hier bekertjes. Er zit hier dat er iets open gaat. En het probleem is, ik denk dat ik dit eruit moet halen. Want dit is namelijk een soort display waar je ze in kan zetten. Kijk, die kan eruit. Als je het leuk vindt, als je niet genoeg Grocery Gang poppetjes hebt, dan kan je dit natuurlijk er gewoon in laten zitten. Ik gooi het ook niet weg. Ik zet het even, nou weet je ook. Ik zet het even hier neer. Als versiering. Maar je kan dus hierin, in de koelkast, om het maar zo te zeggen, allemaal. Deze is al beschimmeld, die beschimmelde aardappel was dat. Zo, kan je dit zo hier erin zetten. Kijk, dat ziet er al wel leuk uit. Deze kunnen we hierin doen. Zo, nou dat zie je dus nog niet. Maar, plonk, doet hij het. Zo, het zijn er weer twee bij. Kunnen we even hier bovenop te doen. Oh. Hey, dit kan er ook vanaf. Zo. Dit kan je eronder zetten. En gaat hij open? Hij gaat niet open. Hij zit verstopt. Even kijken, wacht even hoor. Ja, ik zie al wat het probleem is. Zo. Oh, nou, ze zijn even zo ingegooid. En dan valt het eruit. Oh, ze vallen er allemaal uit. Wat een chaos hier. Nou, dan kan je ze dus in je bekertje kan je ze laten vallen. Ik ga even kijken wat er hier gebeurt als ik dit zo doe. Ja, kijk. Gaan we dat nog een keer proberen. 1. We gooien even de bloemkool en die erin. En ho. Zo, bekertje eronder. Zo, vallen er alleen alle drie uit. Dat is een beetje jammer. Maakt niet uit, kan gebeuren. Is hij leeg? Hij is leeg. Oh, dat had ik nog niet eens gezien. Even kijken, ik gooi er even weer wat in. Kijk, je kan het niet goed zien. Maar als je daar kijkt, hier zie je een venstertje. En daar kan je zien wat erin zit, of hij vol is. Nou, is er dus nog iets. En we hebben hier de bloemkool. En met die bloemkool gaan wij dus proberen een trucje te doen. Ik heb geen idee of het lukt. Dit is de bedoeling. Dat lukte niet. Dat lukte zelfs helemaal niet. Oké, nou dat ging in ieder geval de lucht in. Ja, jullie hebben het gezien. Ik heb het op camera. Het is mij gelukt. Het is gelukt. Dat is dus wat hij doet. En dan kan hij er zo weer eruit. En ik ga het niet nog een keer doen, want soms moet je stoppen op het hoogtepunt. Nu heeft iedereen gezien dat ik het kan en dat het gelukt is. En dan gaat het vanaf nu natuurlijk, zal je zien, alleen maar fout. Zo, hier zie je ook mijn collectie even. Oh, mijn plaatje is omgevallen, dat is jammer. Dit is de grocery machine. Mushy Slushy van de Grocery Gang. En hij is grappig. Dit is een leuk speeldingetje. En het is wel zo, vind ik, dat je wel genoeg poppetjes hiervoor moet hebben. Dus als je nog helemaal niks van de Grocery Gang hebt, zou ik het niet meteen als eerste aanschaffen. Dat is zoals ik zeg, alleen bij bol.com. Heb ik hem nog kunnen vinden. Maar als je al wat meer hebt. Kijk, ik heb trouwens al een dubbele. Deze Krusty Croissant, om het zo te zeggen. Je kan wel dit gebruiken zonder iets. Dan weet je, dan heb je er maar twee, want die zitten erbij. Maar als je er wat meer hebt, zoals je een paar van die Krusty Chocolates hebt gehad of iets anders, is deze wat leuker. Want dan kan je dit vullen, je kan er bovenop wat zetten en zo. En dan ziet het er allemaal wat leuker uit. Maar
Het is nog allemaal heel erg lastig te krijgen in Nederland. Dit is dus niet overal te koop. Dus als je het ergens ziet, dan is dat niet erg. Volgens mij is deze set 30 euro. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat zou ik even op moeten zoeken. Als ik het weet hoeveel die kost bij bol.com, dan zet ik hem even in de beschrijving erbij. Hoeveel dit ding kost. En nou ja, dit is dus voor je verzameling van de Grocery Gang. Ik heb er nu in totaal dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 heb ik er nu. En ik heb sowieso al 1 dubbele. En over een tijdje ga ik in ieder geval mijn dubbele weggeven. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat is een makkelijke winactie. Maar ik heb van deze, dat hadden jullie ook al in mijn super grote video gezien, van de mega unboxing van mijn allergrootste set ooit, die ik heb gekregen van iemand. Dit ding heb ik er meer dan één van. Ik heb meer dan één van deze mushy slushies. En ze zijn nog niet echt makkelijk in Nederland te krijgen. Ze zijn natuurlijk te krijgen via bol.com, maar nog niet op veel andere plekken. En misschien moeten ze nog wel goed uitkomen. Misschien als je in België woont, zijn ze denk ik wat beter te krijgen. Dus dat is ook nog iets waar je rekening mee moet houden. Voor de Nederlandse kijkers is het wat lastiger dan voor de Belgische kijkers misschien. Maar als ik toestemming krijg om een zo'n ding weg te geven, dan ga ik deze dingen dus ook, denk ik, gewoon eentje in ieder geval of twee hiervan weggeven als dat mag. Maar dan moet ik even op wachten tot Simba Toys heeft gezegd, weet je wat, dat vinden wij geen probleem, dat mag je gewoon doen. En ik zeg dank jullie wel voor het kijken. En hier kan je op mij abonneren, daar kan je op mijn vrouw abonneren. En daar zijn twee leuke playlists met dat waarschijnlijk de Grocery Gang playlist. Tot de volgende keer. Doei!